Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt. Ik ben er weer, jongens. Dit is weer mijn eerste weekvlog sinds eeuwen. Want volgens mij heb ik in december ook niet zo heel veel gedaan. Nee, het is echt al, ik weet niet hoe lang geleden. Dus ik ga ook even kijken wat ik er nog van bak, hoor. Maar goed, het is nu maandag 8 juni. Het is inmiddels al 9:30, hoor. Ik heb een beetje lang geslapen. Ik moet om 11 uur eindelijk mag ik bij de kapper zijn. Dus ik heb inmiddels ook mijn nagels weer terug. Want die had ik ook niet meer... die had ik er voor de operatie zeg maar af laten halen. En gelukkig maar. Want anders had dat er ook dramatisch uitgezien. Maar dat haar is echt wel even nodig. Dus ik eet even mijn ontbijtje. Dan ga ik naar mijn werk. En dan heb ik daar nog wat afspraken. Dan ga ik naar de kapper en dan zie ik jullie vanmiddag weer. Want naar mijn werk ga ik jullie niet meenemen. En bij de kapper vind ik het nu ook een beetje ongemakkelijk. En ik weet niet wat voor maatregelen ze daar allemaal nemen. Dus dat moet ik ook nog even kijken. Dus het volgende shot wat jullie zien is met mijn nieuwe haar. Hey, daar ben ik weer. Kijk, heerlijk. Weer een kort koppie. Ik weet nog niet hoe ik nou die scheiding... Ze had hem eigenlijk deze kant op gedaan, maar dan valt hij een beetje plat. Dus misschien die kant... Ik weet het nog niet. Ik ben er in ieder geval weer blij mee. En ik zit lekker even te lunchen. En ondertussen naar mezelf te kijken. Want vandaag is de vlog van Suzanne online gekomen. Dat ze hier was vorige week. Dus dan vind ik het altijd wel weer leuk om even terug te kijken. Want dat is dubbel zo hard nagenieten natuurlijk. Ik ben ook nog even op het werk geweest. Ook nog even wat dingetjes gedaan. Dus dat is ook fijn. Timmy is vandaag bij Pama. Dus die ga ik vanmiddag ook nog even knuffelen. En voor de rest is het eigenlijk weer gewoon in mijn ritme proberen te komen. En ik merk dat ik dat toch wel een beetje lastig vind zo nu en dan. Want ja, werken is natuurlijk en nog niet volledig en op afstand en... Veel thuis en zo. Maar goed. Ik ben wel even benieuwd. Hoe gaat het met jullie allemaal? Hoe hebben jullie deze afgelopen tijd doorstaan? En zijn jullie allemaal gezond? Is jullie familie, vrienden, dierbaren gezond? Ik hoop het natuurlijk allemaal wel. En als dat niet zo is, ja. Heel veel sterkte daar dan ook mee. Maar laat even onder in de reactie hoe het met jullie gaat. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Dinsdag de 9e. Het is al 10:45. Mama is net weg. Die heeft vanochtend eventjes geholpen met poetsen en schoonmaken en zo. Dus dat is super lief. Heel fijn. Ik heb al boodschappen gedaan. En nu zit ik te wachten. Het is nu 10:45. Een 10:45 heb ik een afspraak met de fysiotherapie. Maar ja, dat gaat dus nu nog online. Dus via een Zoom-verbinding gaan we dat straks doen. Ben heel benieuwd. Ik krijg dan als het goed is een mailtje en daar kan ik op een link klikken en dan hebben we verbinding. Dus dat is heel fijn. En dan daarna weet ik nog niet helemaal wat ik ga doen. Lunchen denk ik. Want dat meestal duurt dat een uurtje of zo. En vanmiddag, vanavond ga ik naar het revalidatiecentrum. Want mijn föhn ligt daar nog. Dus die ga ik even ophalen. Ga ik gelijk even wat mensen bezoeken. Dus dat is wel gezellig. Misschien neem ik jullie even mee. Dan kan je zien waar ik al die tijd geweest ben. En voor de rest, ga ik kijken wat vandaag weer brengt. Ik moet eigenlijk nog, wat zie je daar, een deel van mijn kaarten inplakken. Dat heb ik nog niet afgemaakt. Er ging iets mis met de camera. En voor degene van jullie die me een kaartje hebben gestuurd, super bedankt. Ik was daar echt blij door verrast. Jullie hebben een kaartje gestuurd naar Suus. En die heeft het toen meegenomen naar het ziekenhuis in eerste instantie. En later heeft ze nog een keertje, toen ze niet meer kon komen, heeft ze ze nog een keer doorgestuurd. Daar was ik heel blij mee. Goed, ik ga me even voorbereiden op mijn gesprek en dan zie ik jullie later weer. Zo, ik heb lekker gegeten. Het was een heerlijke salade die ik heb gemaakt. Ik ben overgeschakeld op koolhydraatbeperkt eten. En dat bevalt me eigenlijk wel heel erg goed. Ik krijg natuurlijk zo hier en daar ook wat...
tips van Suus, dus dat is heel erg fijn. Dus ik heb lekker salade gegeten. En wat ik nu ga doen is wel heel erg leuk. Ik heb namelijk, jullie zien hem hier al, van Jeroen een heel mooi ding gekregen waarmee ik met een andere camera van bovenaf kan filmen. Met mijn andere camera kan ik alleen niet zien. Ja, ik kan dat klepje niet goed draaien. Dus ik kan niet helemaal goed zien omdat ik er niet bovenop kan kijken. Maar ik denk dat die zo in het midden zit. Jullie hebben het nu gezien, want jullie zien nu wat ik doe. Ik heb deze gekocht. Dat is een setje bij de Action voor 90 cent of zo. En dan kan je, kijk nou hoe leuk, kan je je eigen postcards, dus postkaarten mee verven. Dit zijn dan de verfjes die erin zitten. En dan, ja, ik ben hier al een beetje begonnen. Het is nog best ingewikkeld. Maar daar ga ik mee even aan de slag. Leek me wel leuk om te doen. Dus dat gaan jullie eventjes meekijken. Gezellig muziekje eronder. En dan zien jullie straks het resultaat. Zoals je ziet, dit wordt dan een beetje het eind of het resultaat. Ik vind het heel moeilijk om het strak te doen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb blijkbaar niet zo'n hele vaste hand. Dus het is allemaal nog wel een beetje bibberig. Nou kan ik dat misschien straks nog wel een beetje fixen. Maar het ging me er nu vooral om dat ik de kleurtjes een beetje zou uittesten. Dus je ziet, ja, Suus zei later, ik heb hier een video over gemaakt. Nou, die heb ik even gemist. Maar ja, je veegt hier gewoon de verf van af en die kan je dan vervolgens gebruiken om hiermee aan de slag te gaan. En, maar ja, ik vind het nog best wel moeilijk om binnen de lijntjes te blijven en om het een beetje strak te doen. Maar ik denk dat dat ook een kwestie van oefenen is. Maar goed, ik ga hier gewoon lekker mee aan de slag. Zet ondertussen een serie op. Ik ben aan het kijken naar Flikken Maastricht. Die ben ik vanaf seizoen 1 aan het terugkijken. Heel erg leuk. Ik snap nog steeds niet waarom ik die serie nooit eerder ben gaan volgen. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Kijk, nou zit ik mezelf alweer onder te smeren. Daar ben ik dan wel weer heel erg goed in. Maar goed, ik ga hier even mee door. Ik wilde ook even testen of dit twee camera gebeuren, zeg maar, zou werken. En volgens mij wel. Ik moet de beelden natuurlijk nog wel terugzien. Maar als ze in de vlog zitten, dan zijn ze gelukt. En dan wil ik vaker dit soort video's met jullie doen. Ook als ik aan het bullet journalen ben of zo, vind ik het leuk om jullie af en toe te laten meekijken of andere dingen. Als jullie zelf nog ideetjes hebben wat je zo graag zou willen zien, laat ze maar lekker achter in de reactie. Dan kan ik altijd even kijken wat ik daarmee kan doen. Maar ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat het zo kan. Hi, ga je mij? Ja. Nu voel ik me helemaal zo. Ik heb Sabrina ook net gefilmd. Ik ga dit als zo dat dingetje sturen, weet je. Hier is Sabrina. 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 Kijk, wist je op je bezoek af? Kijk. Zo jammer dat echt. Oh, kan je? Oh, Bianca! Ja. Hey! Wacht, ik kom eruit, mijn moeder is er toch niet. Oh, Niet eens. Dat zie je wel. Hey, joh. Hoe is het, wijfie? Goed. Ja, met jou? Ja, kan beter. Oh, jee. Een hele goede morgen.
Het is donderdag 11 juni. Ik heb gisteren even een dagje niet gevlogd. Dat kwam omdat ik een vrij intensieve dag had. Ook een beetje mijn eigen schuld. Ik had gisteren een gesprek met mijn leidinggevende op mijn werk. En ik had in mijn gewone agenda gezet dat dat 10 uur was. Dus ik was netjes om 9:30 al op kantoor. En toen kwam ik erachter dat het pas om 1 uur was. Maar ja, heen en weer rijden kost dan net zoveel energie ongeveer dan blijven. Dus ik ben maar gebleven. Heb ik mijn mail even helemaal doorgeakkerd en geschoond en nog wat andere dingen gedaan. Dus dat was op zich hartstikke nuttig. Maar toen ik thuis kwam heb ik een uurtje geslapen. En gisteravond heb ik ook niet meer zoveel gedaan. Heb ik een beetje zitten simsen. Dus nou, dat was niet echt leuk om te vloggen. Dat simsen, dat wil ik nog wel een keertje laten zien. Ik wil even kijken of het me lukt om mijn scherm op te nemen of zo. Er zit wel een mogelijkheid voor in het spel volgens mij. Maar ik ben hem nu aan het opstarten. Maar hij moet allerlei dingen installeren of downloaden. Ik denk dat er een nieuwe update of zo is. En ondertussen zit ik gezellig naar Suus en Valerie te kijken met een kopje koffie. Het is 7:50, dus het is nog hartstikke vroeg. Maar ja, ik was gisteren zo moe dat ik redelijk op tijd naar bed ben gegaan. Dus dan ben ik wel vroeg wakker natuurlijk. Vandaag heb ik weer een online therapie op de planning staan, maar dat is pas om 11:30. Vanavond krijg ik bezoek, dus dat is ook gezellig. Komt een collega even koffie drinken en even bijkletsen. Daar heb ik voor het laatst in het ziekenhuis gezien. Dat wordt mijn dagje. Morgenmiddag komt Jeroen. En die blijft dan gezellig tot zaterdag. Dan heeft hij een afspraak elders. En dan ga ik 's middags denk ik even fietsen. Het wordt hartstikke warm. Maar ik zie nou ineens wel dat het steeds bewolkter begint te worden. Dus nou, moet even kijken. Ja, zolang het droog blijft vind ik het op zich prima. Misschien zouden papa en mama ook nog even meegaan. Maar die gingen ook nog naar Amstelveen. Naar een vriendin van mijn moeder. Nou, we gaan het allemaal zien. Ik ga even mijn bakje op drinken. Zoals ik jullie beloofd had, zou ik even laten zien wat ik in de Sims heb gedaan. Nou, dit is mijn Sim. Ik moet er nog een naam geven. Dus als jullie leuke ideeën hebben, dan laat het maar even weten. Ik hou wel van een beetje een excentrieke type. En omdat ik die peuterkleding kijk, nou wat schattig. En die haartjes en zo. Oh ja, zij heet nu Maud. En zij heet nu... Nou, dat zien we even niet. Maakt niet uit. Maar hoe schattig. Zo leuk. Maar goed, omdat ik dus die peuterkleertjes zo leuk vond, vond ik het leuk om haar ook een peuter te geven. Dit huis heb ik uit de galerij gehaald. Oh, daar hangt hier nog een lamp, zie ik. Ik weet niet wat daar mis is gegaan. Daar moet ik nog even naar kijken. Dus die heb ik niet zelf gemaakt. Maar de inrichting heb ik wel zelf gedaan. En je komt binnen in de woonkamer. Dat zou een halletje waarschijnlijk moeten zijn. Maar ik had een peuter genomen, zoals ik al zei. Dus ik moest het even doen met de ruimte die ik had. Maar ik vind deze woonkamer eigenlijk wel heel erg leuk geworden. Dit is een computerhoekje met allemaal prulletjes. En dit is dan... De bank, die is van Klein Wonen volgens mij, vind ik zo leuk. Leuk kleed, hier plantjes, de televisie op een kastje en hier nog een boekenkastje. Oh, dat zie je lekker maar niet uit. Ik doe alleen even de buitenmuren maar. Dit is de keuken, die vind ik ook echt heel erg gezellig geworden zo. Het is een beetje een open keuken. Gordijnen moet ik ook nog fixen, zie ik. Maar dat komt nog. Die vergeet ik op de een of andere manier altijd. Hier zo die planten vind ik ook echt heel erg leuk. Dan heb ik hier de slaapkamer voor haar. Met een vissenkom en kaarsjes. En nou ja, allemaal leuke dingetjes. Daar bed. En dan heb je hier dus een ruimte naar buiten. En als je
Zie je? Dit ziet er dan zo uit. En dan moet je door haar slaapkamer. Want ja, zo was het huis nou eenmaal al ingericht, naar de slaapkamer van die kleine meid. En die heb ik nu tot nu toe zo ingericht. Vond ik ook wel heel erg leuk. Allerlei dingetjes. Hier hangt nog een eenhoorn op de muur. Sorry hoor, want jullie worden hier waarschijnlijk vrij misselijk van. Maar leuk kleed op de grond. Hier nog een leuk schilderijtje. En ja, hier komt dan nog een badkamertje. En ik heb hier dus blijkbaar twee lampen opgehangen. Dus ik ga zorgen dat deze nog even weggaat. Ik ga hier nog een badkamertje maken. En dan wil ik hier nog een leuk tuintje gaan maken. Net zoals dat hier is met plantjes en zo. Deze plantjes vind ik ook altijd zo leuk. En dan ga ik denk ik spelen. Dus als jullie vaker beelden willen zien uit de Sims, laat maar weten. Dan kan ik misschien, kan ik dat misschien wel regelen. Ik ga geen gamekanaal worden. Want daar zijn er al genoeg van. En daar ben ik ook niet zo goed in, denk ik. Maar ik vind het wel leuk om te laten zien wat ik in de Sims doe. Dus als jullie dat leuk vinden, laat maar weten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 12 juni. Gisteren niet meer gevlogd. Ik voelde me niet zo lekker. Ik zou gisteravond ook visiet krijgen. Dat is om die reden ook niet doorgegaan. Ik weet niet wat ik had, tenminste. Ik denk dat het komt omdat ik woensdag gewoon te veel gedaan heb. En dat gisteren een beetje heb moeten bezuren. Maar goed. Vandaag voel ik me eigenlijk wel weer goed, gelukkig. Ik heb vanmiddag om 1 uur een afspraak met mijn dansmaatjes in het Zuiderpark. Zo leuk, die ga ik weer zien. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik weet nog niet hoe lang ik daar ongeveer blijf. Want ik wil eigenlijk ook nog eventjes twee andere dingen doen. En dat is even naar Hans Anders. Want deze bril die heb ik nog geen jaar. En die begint al helemaal kalig te worden. Dus ik wil even kijken of daar nog iets met garantie of wat dan ook aan te doen is. En sowieso hoe het komt. Want ja, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen gebeuren. En ik wil even naar de Quantum. Want de gang, die wil ik opknappen, laten opknappen. Er moet een nieuw behangetje op. Nieuw verfje, dat soort dingen. En nou heb ik heel leuk behang gezien bij de Quantum. Als het me lukt, zal ik nu even een foto in beeld laten zien. Maar ik ben een beetje bang dat het te donker gaat zijn. Dus ik moet heel even kijken of dat, hoe dat er, ja, je kan het van het blaadje kijken, maar in het echt uitziet. En misschien als ze het hebben, een stukje meenemen, dat ik het hier even kan, op de muur kan prikken om te kijken of ik het echt wel heel erg leuk vind. Dus veel plannen. Vanavond komt Jeroen, maar die heeft het met werk heel druk. Dus die komt zodra die kan. En dat gaat sowieso na het eten zijn. En het is nog even de vraag hoe laat precies. Maar goed, dat zie ik vanzelf wel. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben op de fiets naar Hans Anders geweest. En later belde mama nog even dat ze haring had. Dus die heb ik even lekker daar gegeten. Het is nu 1:55. Dus ik vertrek nu naar het Zuiderpark voor de afspraak met de dansclub. Heel gezellig. Ik krijg een nieuwe bril. Onder garantie wordt er een nieuw montuur besteld. En de volgende keer als ik dan ga om hem op te halen, worden deze glazen daarin overgezet. Dus top geregeld, Hans Anders. Helemaal blij mee. Goedemorgen, zaterdag 13 juni. Het gaat nog niet zo heel lekker met het vloggen, jongens. Maar goed, dat moet je me maar niet kwalijk nemen. Moet er nog een beetje inkomen. Gisteren ook echt niks meer gevlogd. Jeroen is helaas niet meer geweest. Het werk liet het helaas niet toe. Die komt wel straks nog even langs, over een uurtje. Het is nu 9 uur. Of een uurtje is het hier ongeveer en dan vertrekt hij vanuit hier naar zijn afspraak in Almere. Dus dat is sowieso nog wel even gezellig. Dan zien we elkaar toch nog even. En dan ga ik even kijken wat ik vandaag ga doen. Het wordt op zich wel lekker weer.
Maar ik heb ook wel zin om binnen een beetje te knutselen en te doen. Dus ik weet het gewoon nog niet. Ik ga nu eerst eventjes naar het dorp. Want ik wil nog steeds dat aardigheidje voor hem kopen. Die sleutelhanger. Maar ik ben gisteren echt ongeveer overal geweest. Nergens te krijgen. En toen had ik gisteravond mijn moeder aan de lijn. Toen had ik het erover. Toen gaf zij nog als tip de Hubo hier. Die zouden dat misschien nog wel kunnen hebben. Dus nou, daar ga ik nu nog één poging wagen. En als dat niet lukt, ga ik het online bestellen. En moet hij nog even geduld hebben. Dan was het niet handig dat ik het nu gezegd heb. Dus ik denk dat ik dat stukje er even uit ga knippen. Of ga piepen. Want hij gaat dit natuurlijk dan wel kijken voordat ik het gekregen heb. Als ik hem daar wel kan vinden, laat ik dit erin zitten. Nou ja, je hebt het zojuist gehoord of dat wel of niet gelukt is. Ik ga even richting Hubo en dan zie ik jullie ergens vanmiddag weer, denk ik. Zo, daar ben ik weer. Jeroen is weer weg. Was even gezellig. Ik kreeg ook pakketjes binnen, waaronder dus een föhnborstel. Ik heb net geprobeerd een beetje mijn haar ermee te doen. Ik vind het op zich wel leuk, maar ik moet nog even oefenen blijkbaar. Ik zal hem straks laten zien, want ik sta nu op het punt om de deur uit te gaan. Kijk, en deze schoenen vond ik ook heel erg leuk. Een beetje chunky gimpen. Alleen die sokken passen er nu niet bij, maar ik heb nu even geen zin meer om ze uit te trekken. Ook meer luiigheid, maar goed. Dus ik hou ze nu maar even aan. Kan ik gelijk even kijken of ze goed blijven zitten. Ik had nog andere schoenen besteld, hele leuke, maar ja, die passen natuurlijk weer niet. Ik heb altijd zo'n issues met die dingen, maar goed, maakt niet uit. Ik ga nog even wat drinken en dan ga ik een nieuwe poging ondernemen om naar de Quantum te gaan. Ik ga dit keer even met de scootmobiel, want gisteren fietsen was lekker, maar had best wel veel pijn in mijn been daarna. Dus dat heb ik maar even bedacht dat ik dat niet nu weer ga doen. Op de terugweg kan ik dan nog even wat boodschappen meenemen en dan kijk ik de rest van de middag wel wat ik ga doen. Het is nu alweer 2:50, dus Jeroen is om 1:30 ongeveer weggegaan, denk ik. Toen ben ik die schoenen even gaan passen en even met mijn haar bezig geweest. En nu ga ik dus even de deur uit. Goedemiddag, zondag inmiddels. Gisteren weer niet meer gevlogd. Ja, ik moet er echt nog een beetje in komen, jongens. Maar ik heb dan ook echt extreem weinig gedaan gisteren. Ik ben in het revalidatiecentrum, omdat daar de avonden echt best wel lang waren en daar ook niet zo heel veel te doen. Ben ik op Twitch terechtgekomen. Dat kende ik al wel, maar ik deed er eigenlijk nooit zoveel mee. En dat is een gaming, tenminste er worden heel veel games gestreamd, dus livestreams met spelletjes. En ik kijk daar voornamelijk Sims streams op. En er zijn er een aantal mensen die ik graag volg. En dat heb ik eigenlijk het weekend ook wel veel gekeken. Want gisteravond was er dus een van ze, Acinet heet zij. En zij is bezig met een challenge van de Sims. Er zijn meerdere challenges die je blijkbaar kan doen. En zij doet er één van. En daar ben ik even gaan kijken. Dan kan je ook live meepraten en zo. Het is wel echt heel gezellig. Er is een chatfunctie. Maar vrijdagavond is, of middag eigenlijk, is een andere. Kim Puls heet zij. Online gegaan en zij doet ook een challenge, maar voor haar kijkers. Dus daar kunnen wij als kijkers aan meedoen. Dus ze bouwt dan een kamer in de Sims. In dit geval was dat een kelder. En dan moet je er zelf een huis en een verhaal omheen bouwen. En ik had daar aan meegedaan en die gaat ze dan in haar livestreams, gaat ze die panden toeren. Dus daar gaat ze doorheen. En zaterdag was daar het eerste deel van. En daar zat mijn inzending bij. Dus dat was ook wel super leuk om naar te kijken. Als ik hem nog kan vinden, zal ik hem hieronder even linken. Mocht je het dan leuk vinden en mocht je van de Sims houden, ga daar eens een kijkje nemen. Want het is wel geinig. Het is wel echt een beetje nog jonger publiek. Maar ik voel me daar als wat oudere kijker zeer op mijn gemak bij deze streams. Het zijn ook geen hele jonge types die dat doen.
Wel een stuk jonger dan ik, maar ook niet meer piep. Dus dat scheelt wel. Vanochtend heb ik extreem uitgeslapen. Dat was echt heel erg lekker. Het is echt al 10 over 1 nu. En daarna heerlijk gedoucht, mijn haar gewassen. Ik heb het met die föhnborstel gedaan. Volgens mij is het wel leuk geworden. Ja, het is wel gelukt, denk ik. Jeroen had gisteren lekker aardbeidjes meegenomen, dus die ga ik nu lekker oppeuzelen. En ondertussen nog even op YouTube kijken. Ik heb de vlogs volgens mij al gehad. Maar ik ga gewoon even kijken wat er nog online te vinden is. Dan ga ik jullie straks even het behang laten zien. En dan breek ik deze vlog waarschijnlijk wel een beetje vroeg af vandaag. En dat heeft de volgende reden. Ik wil deze eigenlijk graag morgenochtend online hebben. Dus dan moet ik hem vanavond editen. Maar Suus gaat vanavond live. En daar wil ik graag bij zijn. Meestal doet ze dat een uurtje. Dus ook, zal ook niet de hele avond in beslag nemen. Ze begint geloof ik om 7:30. Dus dan kan ik daarvoor en daarna nog wel wat doen. Maar ik kijk even hoe de dag loopt. Ik ga nu in ieder geval even van mijn aardbeien genieten. En jullie zo even het behang laten zien. Want ik heb mijn favoriet meegenomen. Die jullie volgens mij al gezien hadden. En nog 2 andere die me wel leuk leken. Dus ja, ik heb even tijd om daarover na te denken. Zo, nou de aardbeidjes waren heerlijk. Ik heb het behang er even bij gepakt. Ik zal het jullie even proberen te laten zien. Dit behang is het behang wat het waarschijnlijk gaat worden. Ik wil het nog even voor de zekerheid in de gang de muur plakken om te kijken of ik het dan en na een tijdje nog steeds zo leuk ga vinden. Maar kijk nou. Het is behang van Quantum. Het heet behang Michelle. Ik vind het zo gaaf. Ja, ik hou van dit soort printjes. Dan had ik er nog één gezien online. En die vond ik online een beetje saai. Maar aan de muur vond ik hem toch wel weer heel erg leuk. Dat is deze. En die hartjes van die bloemetjes zijn dan een beetje paarsig. Ja, en dan heel donkergroen. En ik dacht als ik dan aan de bovenkant een beetje dat paarsige misschien laat terugkomen. En dan met gouden details. Kan dat ook wel weer heel erg leuk zijn. Ja, en toen heb ik er nog eentje meegenomen. Waarvan ik op de terugweg eigenlijk al dacht, die gaat het toch niet worden. Maar blijkbaar was ik geïnspireerd door de schoenen die ik gisteren gekocht had. Want dat is deze. Ik dacht, ja tof. En dan aan de bovenkant die leuke gele kleur. Maar nee, het is mij veel te modern en veel te grafisch. En eigenlijk helemaal niet wat ik leuk vind. Dus nou ja, dat wordt sowieso een stukje cadeaupapier ook wel weer leuk. Dus nou, dat waren de stukjes behang. Verder heb ik aan prulletjes wilde ik zeggen, maar aan accessoires niet zo heel veel leuks gezien. Wel een leuke lamp, maar ik moet nog even kijken of dat niet een te grote lamp gaat zijn. Het is natuurlijk maar een klein halletje daar, dus daar moet ook weer niet zo'n doek of een lamp komen te hangen, want dan schiet het ook niet op. Nou zal ik mijn hoofd niet zo snel stoten, maar andere mensen moeten er ook nog wel normaal door kunnen lopen. Dus nou, dan moeten we gewoon even kijken. Ik ga van de week even met mama op stap om daarnaar te kijken. Ik weet nog niet precies wanneer dat gaat worden, want nou ja, de komende week wordt qua revalidatie wat drukker. Ik moet natuurlijk ook werken. We kijken wel. Voor nu ga ik even wat klusjes in huis doen. Onder het genot van mijn boek. Ik ben een shopaholic serie aan het luisteren. Echt zo leuk. Ik had een aantal boeken al wel een keer gelezen. Maar ik heb ze nu allemaal in chronologische volgorde ben ik ze aan het lezen. Ik baal als een stekker, want er mist op Storytel doe ik dat dan. En er mist 1 deel. En dat is het 1 na laatste deel. Dus het is ook nog niet, als het nou het laatste deel was geweest, dan denk ik, dan was het gewoon nog, hadden ze dat nog niet uitgebracht. Maar het ene laatste deel ontbreekt. Nou heb ik dat deel gelukkig wel gewoon als boek. Dus ik kan het verhaal wel verder lezen. Maar dan moet ik gewoon gaan lezen.
En op de een of andere manier vind ik dat nu een beetje wat meer een opgave. Ook kan ik misschien vanmiddag, als de zon ooit nog komt, even op het balkon zitten met dat boek. Als ik dan dat andere al uit heb hoor. Want ik ben nu nog met het vorige deel bezig. Maar onder het boek luisteren doe ik gewoon best wel veel. Of ik ben met de was bezig, of de afwas, of boodschappen aan het doen. Of gewoon lekker buiten rijden, of nou, onder het fietsen. Dat zijn echt momenten waarop ik een boek luister. En als ik een boek moet lezen, dan moet ik daar tijd voor inbouwen. Want dan moet ik echt gaan zitten en, nou ja, dat deed ik al, en gaan lezen. Ja, ik vind dat op de een of andere manier toch, nu ik dat niet meer zo gewend ben, vind ik dat een dingetje. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben in ieder geval blij dat ik het verhaal wel heb, want dan kan ik hem in ieder geval wel doorlezen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ik denk dat ik het hierbij laat voor deze week. Want ik ga, wat ik zeg, vanmiddag niet zo heel veel meer doen. Mocht er echt nog iets spannends gebeuren, dan plak ik het eraan vast. Maar ik denk dat het wel een leuke is geworden voor een eerste week vlog. Ik hoop dat die niet al te lang is. Laat hieronder ook even achter wat je nog kwijt wil. Hoe je de vlogs zou willen zien. Wat je leuk vindt. Nou ja. Drop je ideeën. Ik heb trouwens ook een e-mailadres tegenwoordig. Die staat ook onderin de beschrijving. Dat is hoi, ik ben Bianca met dubbel E @gmail.com. Dus mocht je me wat leuks willen sturen, met me willen samenwerken, weet ik veel wat, laat het achter in een mailtje. Ik heb nog geen postadres, maar ik durf wel te zeggen dat als jullie me iets willen sturen, dat denk ik wel via Suus mag. Ik heb het niet met haar overlegd, maar ik gok dat wel oké is. Ik vind het leuk. Dan kan ik op een andere manier ook met jullie communiceren. Dus maak daar gebruik van. Ga me niet te veel spam sturen. Dus heel veel zelfpromotie en zo. Ik ben best bereid om op je kanaal of op je website te kijken. Maar ga het niet gebruiken om via mij aan je, hoe heet dat? Ja, om via mij jezelf te promoten. Want daar ben ik gewoon niet voor. Maar als je iets tofs doet en dat wil je met me delen, dan vind ik het echt superleuk om daar naar te kijken. Want ik ben echt wel heel benieuwd wat jullie allemaal bezighoudt. Nou, genoeg geluld. Ik ga er vandoor. Nee hoor, ik blijf hier, maar de vlog stopt. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want jongens, die abonnees. Ik schiet ineens omhoog. Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht. Meestal zie je na een tijdje niks doen. En je gaat dan ineens weer uploaden. Dat mensen denken, oh ja, op haar was ik ook nogal geabonneerd. Oh ja, wil ik eigenlijk niet meer. En dan deabonneren mensen juist. Dat is een beetje wat ik altijd hoor. Maar ik heb er echt zoveel nieuwe bij. Heel tof. Dus iedereen die nieuw geabonneerd is, superleuk. Dankjewel. Hartstikke welkom. En nogmaals. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie in de volgende vlog of video. Doei doei!